mooie spullen hebben ze hier. Kijk, en als je hem in de slaapkamer of zo doet, vind ik zo leuk. De dressoir gekocht. Cheers. Zie je ons al in mijn nieuwe huis? Oh, vind je ervan? Helemaal mooi. We gaan lekker vandaag, we gaan lekker. Goedemorgen, lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga samen met Jasna vandaag naar Capelle aan de IJssel. Dat is hier heel vlakbij. En dan gaan we naar twee kringen lopen. Dus I'm excited. Ik heb... Zien jullie dit? Nee, zie je niet. Ik heb 2 ijslattes gemaakt. Dus ik ga maar snel. Want dadelijk is het niet meer koud. We gaan naar Rattenplan en naar nog een kringloop daar. Volgens mij heet hij gewoon Kringloop Capelle aan de IJssel. Dus ik zie jullie daar. Ik lijk net zo'n bezorgservice. Dit is die van haar, die heb ik nog niet geroerd. En dit is die van mij. Hi. Die let sowieso in. Nou, we zijn bij Rattenplan. We nemen een mandje. En ik vind het zo mooi. Het is heel mooi, ja. Mooi set. Het is echt een hele... Oeh, ik zie daar wel een spiegelke. Ik vind deze wel heel cute. Want dit, past dit ook bij dit? Even kijken. Want ik heb natuurlijk zo'n fles. Hetzelfde vibe, hè? Ja, hetzelfde vibe. Oh, ik ga deze denk ik nemen. Ik weet niet hoeveel die is. 25 cent. Huppatee. Ik zie net deze onderzetters. Het ligt niet op, maar ik ga voor een ronde tafel. Want het neemt minder plek in beslag. Dus ik heb ronde dingetjes nodig. Kijk, en deze zijn op zich wel mooi, maar deze zijn een beetje fade of zo. Faded, ja. En nu weet ik niet of je dat dan goed ziet. Of als ik ze schoonmaak, dat je dat dan misschien niet ziet. Ja, je ziet het wel, kijk. Zie je het verschil? Wel balen, ik vind ze wel heel leuk. Echt, hoe pretty is deze? Oh, hij lijkt echt oranje. Hij lijkt heel oranje. Maar dat is hij niet. Nee, hij is bruin. Hij is bruin, ja. Maar wel mooi. Echt super mooie schaal. Helemaal mijn vibe. Alleen hij is wel een beetje beschadigd. Zien jullie dit? Maar als je dingen oplegt. Maar als je dingen opzet, zie je. Nee, I love it. Ja. Ik heb dit nog nooit gezien, zo'n schaal. En ik vind het heel nice. Ik weet niet wat ik erop doe, maar ik vind het heel nice. Of nachos. Met dipsaus. Zo, jeetje, al die blikken. Hele mooie spullen hebben ze hier, vind ik. Waar de spullen? Oh, nee. Oh, nee. Alma? Nou, iemand heet Alma. Misschien voor een wedding. Oh, mijn god. Kijk, ik vind dit dus geweldig, maar wat de hel. Dit is letterlijk 1 slok. Letterlijk 1 slok. Die is mooi, ja. I like. Wat doe je hierin? Ja, wat doe je hierin? Shot. Het is wel heel fancy voor een shot. Maar dit dan? Heb je deze gezien? We zijn bij de Rietenmanden beland. Deze, Jasna. Die is mooi. Die is heel mooi. Oh, wat leuk met die pookjes. Oh, design. Maar eerlijk, op mijn tafel is het echt heel nice. 4 euro wel. Ik denk dat het een merk is. Het is wel echt een hele mooie kwaliteit. Maar zo beschadigd. Ja, maar het zie je. Ja. Wat doe je hierin? Dat soort dingen. Ja, dat weet ik niet. Ik vind het ook wel heel leuk, maar ik weet niet wat erin doet. Misschien sieraden of zo. Ik vind het nu al echt een geweldige winkel. Laten we even naar die. Laten we nog even teruggaan. Ja. Voor wat we altijd drinken. Sex and Beach. Gin tonic glazen. Dat wil ik. Want als jullie komen, dan wil ik gin tonic maken. Maar zijn dat zijn dit soort glazen, hè? Het zijn nee, nog groter. Nog groter dan dit? Ja, echt zo'n bol is het. Het is zo'n wandlamp. Kijk. Oh. Huh? Oh, nee. Zeg maar, de een is bij de keuken. En de ander is bij de woonkamer. En ze zijn allebei getest, ja. Het is wel cool. Dit past wel. Ik denk dat ik ze gewoon ga nemen, because I love it. En het was echt heel lief. Er kwam net een kijker naar ons toe. Dat was leuk. Ja, dat was zo lief. Ik zie nog steeds mijn fruitschaaltje. Ik vind het echt zo leuk. Hij is 4 euro, maar ik vind het nog steeds geweldig. Hi, ja, ze gaan het toch even pakken, want ik vind het toch heel leuk. Ja, doe maar je mand. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar... De stoel. I love it. Kijk, en als je hem in de slaapkamer of zo doet, vind ik zo leuk. Heel groot ook. I love it.
Jasna, wat vind je van die kast? Die? Ja. Die past wel heel mooi bij mijn bank. Nou, ik zoek nog een tv-meubel. Oh, wat een mooie kleur zeg. Echt serieus wat ik bedoel, hè? Want ik zoek zeg maar... Ja, kijk. Ik zoek dus zeg maar een tv-meubel. Dit is eigenlijk een dressoir. Het is best wel hoog. Om dan hier zeg maar een tv op te zetten, een plant en zo. En dan daar in mijn boeken. Want ik heb geen plek voor mijn boeken. Dus daarom wil ik geen tv-meubel. Want daar kan dus niks in. Ik heb de dressoir gekocht. Het gaat top. Ik was echt in één oogopslag verliefd. Dus ik moest hem nemen. De kleur is prachtig. Er mist alleen één plankje. En hij is €65. En ik had een tv-kast slash dressoir gezien voor €500. Het scheelt me dus €400 echt. Er past superveel in. Hij is prachtig. Ja. Hij wordt ook nog eens bezorgd. Toppie. Oh my god. Look at that. Verkocht. Ik ben blij. Ik ben zo blij. What the fuck. Oh. Ja. Nou, tot later hè, Cassie. See you there. Wow. Weet je wat het is? De ene Cosmo en Wanda van Your Parents. Oh mijn god. Dit zou Roy zo leuk vinden. Kijk nou, ze hebben echt heel leuk. Ze hebben een hele woonkamer gedaan. Oh. Cute, die spiegel. Wow, dit is ook wel echt mooi. Mooi, hè? Wow. Ja. Dit is €100. Wow. Hier betaal je zoveel geld voor. Mooi. €10, maar kijk even die detail. Oeh, very pretty. Cool, hè? Ja. Waar doe ik dit? Weet ik niet. Ja, mooi. Shit. Oh, echt mooi, maar waar doe je hem? Ja, weet ik niet. Weet ik ook niet, maar heel mooi. Nee, ik weet het echt nog niet. Dit zijn echt details. Oh, check die. Check die. Wow, cute. Cute, hè? Rattenplan in Capelle aan de IJssel. Je weet waar je moet zijn. We zijn bij de eetkamerstoelen. En hier hebben ze tenminste wel setjes. Het liefst wil ik geen hout meer. Ik heb heel veel hout. Deze zijn wel grappig. Maar ja, zwart. Wat is dat? Jasna, dit zijn stoelen. Daar. Wow, wat? Ik zag die niet eens, joh. Wat de hel? Wat de hel? Wie wil dat? Dit heb ik nog nooit gezien. Oh, stuur, zijn spot. Oh mijn god, ik schrok me ook dood. Oh. Die zijn geweldig. Die zijn wel heel vies. Kapot mooi, wel die kussen. Ja. Ja, ik heb zulke gezien. Vier, en dat waren volgens mij één voor €200. Ja, deze is wel 85. Per stoel. Per stoel. Of voor de set. Oh nee, vier keer. Zit ze lekker? Maar ja, en wit. Wit weet ik ook niet. Maar ze zijn wel echt prachtig stoelen. Hallo. Ik heb de dressoir gekocht. En ik heb die fruitschaaltje. En die... Goed verhaal, hè? Plateau, nee. Ja, een soort plateau-achtig. Voor snackies. Ja, in totaal €105. Ja, het was hadden... echt... Wat een avontuur weer. Een avontuurtje. Mijn hemel. Het was dus... Kijk, het dressoir was uiteindelijk €65. Omdat er dus een plank miste. Dat vond ik wel... Gelukkig had ik al gezegd, hè. Ja. Maar er mist echt een plank. Zo'n plank kan je ook gewoon kopen, denk ik. En de bezorgkosten zijn €35. Nou, even helemaal mooi. Joejoe. Ik ben zo blij. Ja, je hebt de stoelen niet gefilmd, hè? Ja, ik heb de stoelen wel gefilmd. Zal ik eventjes de airco aan doen? Ik heb het zo heet. Ik heb de stoelen niet genomen, want ik vond ze heel mooi, maar ik weet dus niet of het past bij de tafel en bij het dressoir. Bij alles. Ja, bij alles. Ik zit er nog niet in, dus dat vind ik dus heel moeilijk. Oh, wacht. Ik wil even mijn telefoon schoonmaken, want ik zat heel de tijd aan mijn telefoon. Ja, ik wil ook eigenlijk even. Is goed. Maar niet tip van is... mij, neem dit in je auto. Wat dan? Weet je wat het is? Nou? Ook de gaf hebben we gestolen, maar... Oh, ik heb ook dat nog gekocht. 25 cent. Wat doet deze in mijn tas? Joejoe. En wat ik dus wilde zeggen in de winkel was... dat er een vrouw naar ons toe kwam... die Jasna herkende van de video. Dat vond ik wel leuk. En toen dacht, ja, het was echt super lief. Dus als je dit ziet... Je was heel lief. Ja, echt een lieve vrouw. Ja, echt lief. En nu gaan we nog even langs die andere kringloop. Heel even, want het is echt heel dichtbij. Dus we gaan hier toch nog even heen. Dan gaan we naar huis. Before I let you take us.
Noordwesten. Het staat om 5 uur. We moeten nu meteen gaan. We moeten gaan. Het gluit. We gaan. Nou, we zijn bij de tweede kringloop. Ze hebben ze heel mooi glazen. Ja. Oh ja, van die. Oh ja. Wow, ze hebben heel veel glazen. Want ik zou echt wel van die cocktailglazen of van die mooie wijnglazen heb ik ook nog niet. Even kijken. Nee, hè? Nee, ik zie het weer niet. Deze is ook wel grappig. Oh, die bokaal daar. Wat? Bokaal? Wat is, dat een glas? Ja. Oh mijn god, kijk hoe leuk. Als shotglas. Oh. Alleen, waarom is dit niet meegenomen? Oh, dit is ook dit. Ik zweer, ik zou dit echt nemen. Ik ben echt die persoon die shotglas neemt. Maar ik vind die onderkant niet leuk. Deze maar, mooi. Ja, die is mooi. Er is maar één. Nee, daarachter. Nee. Zijn dat dezelfde? Nee toch? Kijk uit, hè, jas. Please. Oh ja. Maar zijn er wel twee. Er zit een Bacardi logo op. Nee, ja, echt. Zie je, dit zijn niet dezelfde. Nee, niet. Kijk, dit is dezelfde als deze. Ja, ik zie het. Deze twee zijn dezelfde. En maar op zich, als je met z'n tweeën bent, dan en die is andere leuk. Is ook heel mooi. Ik wil deze. Deze is mooi. Maar hoe duur zijn deze dan? We weten niet hoeveel ze zijn, maar niet veel. 50 cent is het duurst. Dit is ook een hele grote kringloop. We hebben nog maar een half uur de tijd. Cheers. Zie je ons al in mijn nieuw huis? Is de dag in je nieuw huis uit te denken? Ja. Follow Jasna. Nice. Oh, wat een mooie eetkamerstoelen zie ik daar. Maar ook weer hout. Heel mooi. Wat vind jij? Weer hout, hè? Maar wat als je deze in het goud spreekt? Dit is makkelijker in het goud, want je hebt zeg maar geen... Oh, wauw. Heel leuk. Ik dacht al... Wat is de prijs, joh? Ik vind het heel leuk. Ik weet niet hoeveel, nee. Jongens, ik denk dat ik de stoelen ga nemen, want ik vind ze heel leuk. En ik denk dat ik ze dan ga verven. Of in het goud. Of in het beige. Ze zijn echt nog helemaal mooi. Wat vind je ervan? Helemaal mooi. Ze zijn echt mooi. Maar ze zitten lekker, hè? Dit had ik was bang voor dat het niet lekker zou zitten. Ja, ze zijn echt mooi. En ze zijn rond. Dat past bij die ronde tafel. Hoe lang zijn we hier? Twee? Niet eens. 10 minuten of zo. 10 minuten. De baas zei net dat ze... De baas. Dat ze 20 euro per stuk zijn, ja. Dat is dan... 60. 60? Nee. Nee, 80. 80. Ja, dit is het weer gewoon. Mooi. Nou, ik heb nog nooit zoveel... Ja, ik vind ze echt heel mooi. En rond. Ja, dit wordt ze. En deze heb ik ook nog. Because, hè? Oké, we gaan. Wat is dat? Een soort saladebak. Ja. Echt een grote winkel, jongens. We hebben nog maar 10 minuten. Kijk hoe leuk deze boom. Hoe cute. Wow. Heb je gezien? Ja. Cute. Dit vind ik echt wat voor jou. Met die zeedingen. Heel cute. Eerlijk? Ja, hè? Nou, je girl heeft de eetstoelen gekocht. En heel blij mee. En twee cocktailglazen. Deze fucking dit. Oh my god. Het is lekker rustig ook hier. Wauw. Yo. Is er ook nog boven? Of nee? Nee. We gaan lekker vandaag, we gaan lekker. Echt, spontane planningen zijn altijd het best. En dit was een spontane planning. Oeh, wat grappig. Het is ik sluit heel deze winkel. Ja, ik sluit deze winkel af. Ik ben zo blij. Ik heb dus de 4 eetkamerstoelen gekocht voor 100 euro, inclusief 20 euro levering. Ik heb mijn dressoir gekocht, die plateau. Vaasje. Ik heb het gewoon laten zien. Ik vond beide kringlopen heel nice. Want ze waren allebei super groot. Voor iedereen is er wel wat. En ik ben natuurlijk wel geslaagd. Maar ik vond ze echt heel nice. En het personeel ook beide heel nice. Trouwens, die twee martini glazen. Of die soort cocktail glazen. Mocht ik gratis meenemen. Ja. Nou, vind ik lief. Dat is lief. Vind ik lief. Zeker een aanrader als je in de Capelle. Ja. Als je in de buurt van Capelle aan de IJssel bent of een keer heen wil gaan. Allebei super nice. Ik zal ze hieronder ook in de beschrijving zetten. Zij zien jou niet, hè? Jasna is er nog, hoor. Stil weg. Nou, dat was het. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Want dan krijg je altijd een melding als ik een video heb geüpload. Nou, dat was het. Dankjewel voor het kijken. Bye bye. Doei.